kwam ook een vraag bij mij. Welke vorm van eiwitten is het beste om in te nemen? Zijn het de pillen? Is het de vloeistof? Is het de poeder? En er was er ook iemand bij die zei, misschien kan ik ze ook injecteren. Erg onverstandig die laatste en levensgevaarlijk. Dom gewoon. Begin dat dus nou. Wat is de beste methode? Nou, dat ligt ook een beetje aan je maag- en darmkanaal. Waar het vooral om gaat is dat in de pil, we hebben tegenwoordig trouwens ook de capsule, zit heel veel bindmiddel. Dat bindmiddel zorgt er ook voor dat een deel van de eiwitten niet goed wordt opgenomen, doordat het in het verteringsproces een bepaalde werking heeft, een bepaalde deelname. Daarom is die tablet wat minder functioneel. Mijn advies voor tabletten, ja, het is een convenient goed, het is altijd gemakkelijk om het mee te nemen. Alleen de maximale effectiviteit en opname is minder. Als je daar rekening mee houdt in je dosering, is er niks aan de hand. Dan gaan we naar de poeders. Nou, de poeders, heel belangrijk, is wat voor soort eiwit is het? Is het een melkeiwit, kan je hem oplossen in melk? Niks weg mee. Is het een bijeiwit en ga je hem oplossen in melk, dan heb je dus een groot verlies. Daarom is het heel erg belangrijk, waar los je een bijeiwit om? In een vruchtensap of in water, maar nooit in melk. Dan hebben we de eiwitten. Dat maakt ook niet uit of je nou melk in lost, want het zijn aparte eiwitsoorten. Apart melk of water. Maar eiwit in melk, dat smaakt meestal niet echt lekker. Alle plantaardige maakt niet uit. Dat kan je overal in oplossen. Vruchtensap. Dus daar, qua poeders, prima. Maar hou rekening ermee dat het oplosmiddel is het oplosmiddel. En zorg ervoor dat het oplosmiddel geen deel neemt in de reactie, in het daadwerkelijk opnemen van de eiwitten. Er zijn behoorlijk wat vloeistoffen op de markt. Dat noemen ze dan aminozuren, maar het zijn in feite eiwitpreparaten in oplossing. Heel belangrijk is dat je ze goed en de juiste tijdstippen inneemt. Vaak is het zo dat je daar ook veel minder van hoeft in te nemen, waardoor het wel gemakkelijker is. Alleen hou rekening met temperatuurdalingen en stijgingen, want die blijken wel degelijk een bepaald effect te hebben op een vloeibare proteïne, een vloeibare aminozuur.